Welkom bij deze marktsupdate van BNP Paribas. De Amerikaanse markten bleven dicht bij huis terwijl de 10-jaarse rente wat tot rust komt rond de 4,5%. Disney boekte nabeurs sterke cijfers en zag bij Disney Plus dik 7 miljoen nieuwe abonnees. Daarnaast komt er een einde aan de langlopende staking van schrijvers en acteurs in Hollywood. Het aandeel trok bijna 4% aan. En de Chinese consumentenprijzen lieten een lichte daling zien over de laatste maand. De Nikkei trok 1,5% aan, de andere indices bleven rondom het vorige slot hangen. Het Vision Fund van Softbank boekte weliswaar forse winst op de verkoop van haar belang in aandelen ARM, maar op alle andere belangen werd per saldo 6,2 miljard verlies geleden. Ondertussen duiden de futures in Amsterdam op een iets hogere opening en dat zal voornamelijk door Adyen komen. Dat liet gisteravond eindelijk de lang verwachte update horen. Het bedrijf zag over Q3 de groei in vergelijkbare mate doorzetten als in de eerste helft van het jaar. Het fonds stelde toen zwaar teleur bij de halfjaarcijfers, mede door forse investeringen. Die zitten nu in een afrondende fase. En met een nieuwe langere termijn outlook wil men blijven groeien met 20 tot 30% en moet de marge boven de 50% blijven. Daarmee wordt overigens de ambitieuze margedoelstelling van 65% losgelaten. Beleggers reageerden positief. Het aandeel schoot in Amerika 36% omhoog en sloot tevens op de high van de dag. En ArcelorMittal zag de omzet dalen tot 16,6 miljard en behaalde daar een operationele winst uit van krap 1,9 miljard. Analisten hadden lager ingezet met de verwachtingen. Ten opzichte van het vorige kwartaal halveerde de netto-winst tot 929 miljoen dollar. Voor de langere termijn ziet men de staalprijs wel weer verbeteren. En de SBMO verhoogt de outlook stevig, ondanks een minder goed draaiende divisie Turnkey. Door de 5 in aanbouw genomen FPSO steeg de uitstaande schuld van 6,1 naar 7,5 miljard dollar. En AMG werd in het derde kwartaal hard geraakt door de lagere lithiumprijzen en zag de winst wegsmelten. Men verlaagt dan ook de outlook voor heel 2023. Op de agenda vandaag alleen steunaanvragen uit de VS en Basic Fit houdt nog een beleggersdag. Ook bij de analisten is het nog rustig. Goldman zet Vestas op kopen, Koersel 34,75 en E.ON krijgt diverse koopaanbevelingen. En morgen is er weer Markets Update van BNP Paribas.